Skate 3. Jullie vonden de vorige video zo awesome. En ja, daarom maak ik nog een video. Wow, zie die guy. Heel veel mensen doen dat, maar ik weet niet hoe die dat doet. Kijk hoe sick dat eruit ziet. Maar in ieder geval, we gaan beginnen. Het spijt me enorm. Ik moet even zo doen. Ik wou eigenlijk in deze video custom skateparks doen. Alleen de servers van skate zijn al echt een jaar down. De skatepark servers. Maar nu zit ik dus in een online ding. Gewoon in een online lobby. Met andere mensen. Maar dit is dus niet custom skatepark zoals je ziet. Want dit is gewoon de super ultra mega park. Kom op. Ah, jammer. Yo, maar even kijken. Oh, hij doet gewoon zo. Gewoon dat. Gewoon zo'n dark catch backside 180. Dat is niet zo moeilijk. Oké, kom op. Doe. Yes, eindelijk. Ik kan weer een airwalk. Maar voor de mensen die de vorige video van Skady hebben gezien. Kijk hem, please. Kijk hem gewoon. Want daar leg ik ook wat meer uit of zo. Dan nu. Want nu ga ik denk ik gewoon weer een beetje skaten. Ik wil eventjes een warm-up ding doen. Bij de Super Ultra Mega Park. Oh, wat doe ik? Nee, maar ik wil even een warm-up doen bij de Super Ultra Mega Park. Laat even een like achter. Als je zin hebt in deze video, hier bil ik. Yep. Dit keer wil ik even realistischer gaan skaten. Dus dat gaan we ook even lekker doen. Dit zijn ook al skateparks. Die al zijn gemaakt. Die kunnen we ook wel even voor de gein doen. Kijk, dit is wel leuk. En trouwens voor de mensen die zeggen, huh, je push mango. Net zoals nu. Het maakt me niet uit, want ik blijf gewoon één knop klikken om te pushen. Ik ga niet nadenken over dat. Dat is in game, oké. En ook of ik in Switch skate, dat interesseert me niks. Want hij kan het in beide dingen, kan hij het even goed. Voor de mensen die termen niet kennen, sorry. Maar dus deze plek, dit is een soort bol. Het is een hele rare bol, want ja, dat zie je denk ik wel. Kijk daar verderop. Hij is heel laag. Maar dat is juist wel cool. Hoppa. Ah, ik wil even een backflip. Het mislukt. Waarom alweer? Dat hoort niet zo vaak te mislukken. Woe! Wat? Oh, nee. Ik klikte per ongeluk op de knop waar je van je bord afspringt. Maar dat was wel echt sick. Oh, man. Die was nice. Ik heb trouwens ook echt heel veel replays die ik jullie eigenlijk wil laten zien. Maar daar ga ik niet nu jullie lastig vallen in deze video. Zo, dat is niet realistisch. Oh ja, dit is de Big Ball, noem ik het. Het is wel heel erg vet. Kijk, je kan hier heel hoog gaan. Ik skate altijd dit een beetje. Nee, niet zo. Oh, kijk. Ik wil even deze rail hitten. Oh, wat was dat? Maar dat was gewoon iets van een shove-it. En dat was leed. Kijk, hè. Woep. Oh, kickflip, underflip is zo sick. Of heel flip, underflip. Hoppa. Doe een flip. Doe alsjeblieft een flip, man. Dat snap ik nooit. Ik kan, soms kan ik maar een flip. Soms ga ik een keertje heel goed en kan ik alleen maar flips maken en airwalks. En soms ga ik gewoon niet goed. Oh, ik wou daar springen, maar dat gebeurde niet. Misschien moet je pas later in de lucht bewegen. Dus ik hou al de stick voordat ik er überhaupt uit ga. Misschien moet dat niet. Zou me sterk lijken. Oké, laat maar. Oké, got him. Eerst springen, daarna grabben. Dat vind ik echt raar, want dan heb je toch geen momentum. Trouwens, ik wil jullie even een replay laten zien van iets supercools. Oh ja, deze. Hij was niet zo clean, maar hij was wel grappig. Ik vond hem gewoon meer mooi. Het was bij de ditch. Mensen die skate spelen kent wel. Trouwens, heel veel van jullie kijkers spelen het. Oh ja, by the way. Jullie zien dat ik weer merch aan heb. Want de merch is weer op voorraad. Ga nu naar clonnyarmy.nl. Het heeft even geduurd. Zo. Check dit. Dark catch. Ik eindig hem niet zo clean. Zoals je ziet. Ik heb eigenlijk de laatste tijd de skate alleen maar mensen aangereden. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan. Oh crap, dat was veel te vroeg. Dat voelde ik ook wel gewoon. Boom. Zo net. Nose manual. Oh, een willy grind, jongen. Die dingen zien er zo raar uit, hè. Kijk. Ik weet niet, ik vind het niks. Ik heb dus twee locaties waar ik echt heen wil in deze video. Ze zijn beide bij de Dinges District. De Industrial District. Daar ben ik hiervoor nog nooit heen geweest. Ik wil naar de Quarry. Dit. Het is bij een haven, maar dat is echt een heel sick skatepark. Ik ben laatst ook een beetje begonnen met zelf skaten. Heel veel van jullie konden heel veel skaten wat ik heb gezien. Laat even je skate trucjes zien. Tag me even op Insta. En kunnen jullie me please even tips geven? Want ik ben nogal bad. Ik kan een ollie op het gras.
best wel hoog, zeg maar. Maar het regent ook de laatste tijd heel veel en ik glij dan altijd uit. Yeah, oké. Okay. Oh ja, hier is dus de Big Ball. Dit is het. Dit is echt super sick. Gaat echt heel hoog. Woehoe! Je kan hier echt heel hard gaan. Ja, niet als je dat doet, hè. Ik vind dit heel erg chill, deze. Het is net hoog genoeg. Dat het nog wel lekker voelt. Oh, die was een beetje sketchy. Zo, we zijn eruit. Oké, ik wil jullie even de rest laten zien. Crooked grind. Oh, dat is een overcrook. Kijk, flip, ander flip. Dit is het. Er zijn heel veel rails. Boardslide. Oh, dat red ik niet. Ja, er zijn dus heel veel rails en dat soort dingen. Het ziet er wel. Het is wel echt een heel cool park. Maar er rennen ook andere. Of er lopen ook allemaal andere mensen en zo. Want dan gaan ze ook naar je schreeuwen. Maar dan denk ik, bro, dit is een skatepark. Waarom ga je dan hier een ijsje lopen eten bij een skatepark? Woe! Dit is een nice plekje. Dit is echt een nice plekje. Oh, dit is zo'n heerlijk begin van de line. Oh, deze dingen hier ook. Daar kan je ook een manual en zo op doen. Heb jij ook een skateboard? Goed zo. Let's go. Of als je een hippie daar maakt. Oh, dat kan sick zijn. Ik weet niet of dat haalbaar is. Ik wil eerst echt gewoon proberen om te springen. Easy as pie. Ik weet niet of het haalbaar is. We moeten denk ik even meer naar beneden. Nee, niet zo ver. Oh, dat is pijnlijk. Ik heb deze game al 18 uur gespeeld, stond daar volgens mij net. Dit is niet goed. Hier is dan zo'n coole plek. Hier beneden. Oh, dat was pijnlijk. Kijk, daarvoor moet je hierheen. De quarry is best wel cool. Het is een vrij weirde plek. Oh, dat is allemaal echt pijnlijk. Tunnel blasting. Is die hier dan al? Ja, ik ga dan meestal hier. Zet ik hier mijn marker. En kijk, je kan allemaal gekke dingen doen. Zoals in een koffin naar beneden gaan. Oh, auw, dat is pijnlijk. Let's go. Hier onderdoor. Ja, nee! Je kan er zo meteen ook proberen overheen te springen. Yo, what's up? Oh! Got him! Oh, ik ging zijwaarts! Weet je wat je ook kan doen? Gewoon zo. Ah, nee, kom op. Ik wou het grabben doen. Waarschijnlijk kan dat niet. Als je daar overheen kan springen met een coffin. Ja, we're trying that. New challenge of the video. Wat was dat? Oh my... Oh, dat was het echt totaal niet. Oh. Oh. Oh, oh mijn hormo crashen. Het is echt goud. Hij moet nog slomen. Hij moet echt heel sloom. Hop, coffin mode. Woehoe. Die hou ik. Die is echt goud. Laten we weer eventjes naar de location gaan. De observatory. Kunnen we een boardslide doen? Jazeker. Doe een revert. Ja, goed zo. Wat noem je nou mij nu? Noem je mij nou nu? Nou, let maar even heel goed op. Doe een flip, man. Ik kan nog nooit met een superdude een flip. Woehoe. Oké, dit is echt heel erg bad. Dit is echt heel bad. Kijk, hier doe ik meestal een flip. Ah, oh, die vind ik zo lekker om te doen, hè. Oh, als je iets eerder had gedaan. Kijk, dat is echt mijn favoriete stukje, die twee flips. Ik wil eventjes iets cools daar doen. En boardsliden vind ik altijd zo satisfying. Gewoon op zo'n lange rails, dat is heel satisfying. Rip. We zijn nu uit de Super Ultra Mega Park. Er lopen ook gewoon mensen zonder een skateboard naar binnen. Ook echt lijp. Maar hierboven. Ga weg, toerist. Ah, arme toerist. Go back here. We willen hier naar boven, want hier is de langste rail in de Skate 3 map. En het is gewoon leuk. Oké, dit is niet de langste rail hoor. Rustig. En we kunnen er wel even een lekkere grind op stoppen. Dat was echt een heel raar woord. Dat gaat heel even duren. Niet heel lang. Maar ja, we moeten dus wel even lopen.
Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het hartstikke goed. Ik wil meer skate gaan doen, maar jullie kunnen even lekker challenges insturen. Op mijn Insta of zo. Jullie kunnen me wel taggen of zo. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ja, kijk. Dit is satisfying. Nou, en dan ga je zo. Hier een dark catch is ook al vet. Oh, daar kon je echt een coole nose ding doen. Yes. Dark slide, boy. Oké, kijkers, smash even op die like als je deze video super awesome vond. Trouwens, wat ik ook al doe, is met kijkers skate doen. Dat we gewoon met drie andere kijkers of vier andere kijkers in een lobby gaan. Dat is ook wel geinig. Ja, kan wel geinig zijn. Zeggen we de comments wat jullie willen. Peace out. Ik zie jullie bij de volgende video. Vergeet die jongbeurt te kopen op klonnyarmy.nl. Later.